Radujsja betekent in het Russisch wees blij. En wij zijn een Overijssels Russisch vrouwenkoor. We hebben het plan inderdaad om aanstaande zondag mee te doen met het korenfestival. En we zingen 2 keer in de stad. Er is een koopzondag en zingen 4 koren zingen mee. Eigenlijk zou er een festival komen, maar er zijn niet genoeg koren. Maar wij zingen in elk geval wel en we hebben 2 optredens. De eentje is bij Talemini en de andere is bij Solera in de stad. Dus echt in de stad, daar waar koopzondag zich beweegt, zeg maar. Het is gedeeltelijk in kerstsferen. Dus wij zingen ook Russische kerstliederen. En we zingen ook daarnaast Russische liederen die meer op de volksmuziek gebaseerd zijn. Dinsdag 15 december hebben wij een optreden hier in Hof 88. En dat begint inderdaad, 's avonds om 19:30 gaan we 3 kwartier tot 1 uur zingen. En het is echt in de teken ook van de kerst. Daarna hebben we ook wat gelegenheid om met elkaar een glaasje te drinken en wat te kletsen. En het is echt voor iedereen. Iedereen die ons wil horen zingen, die kan aanstaande dinsdag 15 december naar Hof 88 komen. Hoeft geen intree. Aan het einde hebben we wel een vrije gift, omdat we natuurlijk wel nog wat geld nodig hebben om de kosten te betalen.